welkom in deze nieuwe video van Polestar. Ik ga nu namelijk gaan kijken naar de... Er ligt namelijk in de Stationsstraat een mat. Nee, niet echt in de Stationsstraat, echt meer zo richting het station ligt een mat. Dat is gemaakt eigenlijk voor Sinterklaas. En dan ga ik eigenlijk wel eens gaan kijken, omdat... Ja, dat is toch wel leuk om dat toch wel eens te zien eigenlijk. En dat ga ik nu eventjes doen eigenlijk. En ook... Ja, ook eens kijken waar dat de brievenbus is en zo. Want vrijdag ga ik met mijn petekindje, dat jullie wel weten, een tekening maken, een brief. En dan kunnen we die daar binnen steken. Dus ik ga nu al eens kijken op voorhand. Ook een paar beelden maken voor jullie. Dat ga ik eigenlijk een beetje doen. De ouders waren super blij met het kaartje. Het kaartje liggen hier allemaal te wachten in de envelop. Tot wanneer dat ik eigenlijk postzegels heb. De buren hebben die allebei gekregen. En de ouders ook al. Ik zelf ook, zat op de kast. Maar voor de rest heeft nog niemand het kaartje gekregen. Dus tegen dat ze deze video bekeken hebben wel. Natuurlijk, want ja, daartegen heb ik het allemaal verstuurd. Maar vandaag zijn we de 11e. En 11-11 wil zeggen dat er geen winkels open zijn. Dus even prijs uittrekken hier. Dus er is geen winkel open. Dus ik ga niet om postzegels gaan zomaar om het allemaal te versturen. Dus dat ga ik morgen sowieso doen. Tel hoeveel ik er moet hebben en dan ga ik die aankopen. Ik denk dat een beetje is eigenlijk wat we gaan doen. Ik moet wel zeggen, ik zit nog steeds wel in een dip. Veel mensen hebben wel een bericht gekregen, iedereen weet over wat het gaat. Ik ga er niet over uitweiden, het gaat gewoon totaal niet zo goed met mij. Ik doe mijn best om te lachen in de vlog, gewoon blijven doorgaan. Maar het is niet zo gemakkelijk om blijven doorgaan, om blijven... Energie te steken in jezelf, maar ik doe mijn best eigenlijk. Maar het gaat nog altijd niet 100%. Dat zullen de eerste dagen niet gezien hebben in de vlog. Het is eigenlijk al van zondag tot nu, dus het gaat niet 100%. Het gaat ook niet zo goed. Integendeel, het gaat helemaal niet goed. Dat wil ik toch wel eventjes zeggen. Dat het helemaal niet gaat hoe het zou moeten eigenlijk. En dat vind ik zeer lastig. Even kijken wat hij heeft geschreven of zonder. Dus dat je dat weet, het zit echt in een serieuze dip waar ik moet uitkomen. Ik ga straks nog de konijnen een kotjes doen. En daar zie je ze, zitten ze. De konijntjes. Die elkaar nog lekker waren. Zie je. Dus ik sta hier nu dicht bij het huis van de Sint. We gaan eens kijken. Het is wel niet open voor alle verduidelijking, dus je kunt niet op bezoek komen. Dat kan niet, maar zoals je kan zien, sta ik hier in een grote boek. Eigenlijk het grootste boek wat ik maar kan zijn. Ik loop er even voorbij, dat het goed in beeld komt. Maar het is wel mooi. Het is een boek. Heel mooi. Ik ga straks Pipo daar zetten. Ik zal Pipo zetten en ik ga een foto maken. Dit is echt een mooi versierd en alles. Maar ook, je ziet ook, er zijn ook al heel veel mooie versieringen. Ik vind het wel jammer dat we dit wel niet op zoek kunnen gaan. Maar de maatregelen laten het niet toe. Dus het is wel mooi gemaakt eigenlijk. Er zijn wel veel mensen zullen kijken als ik dat ga doen. Pipo daar gaan zetten, maar ik ga het toch gewoon doen. Er is heel veel volk hier niet te doen. Totaal niet. Dus, maar goed, ik ga het gewoon doen en ik zie wat de mensen denken. Het is wel mooi, zie je, deze foto dat boek is. Het is wel prachtig. We zijn volop de zoektocht aan het doen, denk ik, de mensen. Maar ik wil ook doen met de kinderen. De zoektocht, ga ik eens vragen. Het is wel mooi. Ook die lichtjes en zo. Ja, als je je helm op hebt en dan de mondmasker, dan gaat alles los. Dat is heel moeilijk. Dus dit is dan die dingen die ik doe. Het ziet er zo uit. Het is niet makkelijk natuurlijk om beeld te krijgen. Dus dit is echt wel groot. Mooi gemaakt eigenlijk. Super. Super. Heel mooi. Ziet. Super mooi eigenlijk. Maar even op beeld te krijgen, denk ik dat dat wel wat anders moet zijn. Om op beeld te krijgen. Dat is wel prachtig.
Ja, het ook. Zeer mooi gemaakt. En van die, ja, wat zal het zijn? Bloemetjes, hout, zilver, ik weet het niet. Ik weet wel dat het heel mooi is. Hoe het eruit ziet en zo. Ik had dacht. Om het op te krijgen, denk ik dat dat wel iets moeilijker moet zijn voor het beeld. Maar ik denk dat je wel een beetje een idee hebt hoe het er precies uitziet. Ik ben echt sprakeloos. Zeer mooi gemaakt. Om u tegen te zijn. Wauw. Daar zit ook heel wat tijd in en duurt en zo. Ik ben er niet vergeten daar. Hij staat erop. Dus ik vind het wel mooi. Dus het is wel prachtig. Eigenlijk. Mooi het ook is. Het is zo schoon gedaan eigenlijk. Hoeveel werk is wat daarin gestoken zijn, meisjes? Ik sta hier echt super hoog nu. Dat is een durf om het hier nog wat beter in beeld te geven. Hoe het er precies uitziet. Maar ik krijg het niet op de foto. Ik heb geprobeerd, ik heb gedaan. Maar ik krijg het niet op de foto. Ik ga eens proberen met de gsm of het lukt. Vlammetjes helemaal opnieuw te tekenen, want ja, gisteren was het aan het regenen. Die vlammetjes die worden allemaal af. Dus ik heb ze opnieuw getekend. Hier staan ze trouwens. De vlammetjes. Mooi, hè? De vlammetjes. Prachtig, toch? Alleen hier heb ik ze dus ondersteboven getekend. Dus in bij hun heb ik ze wat andersom getekend. Dus, stom eigenlijk dat je ze zo verkeerd tekent, maar gewoon. De voordeur hangt er ook in, dat heb je kunnen zien in de vorige video. Het is alleen nog een beetje een twijfel. Iedereen zet nu zijn blauwe zakken allemaal massaal buiten. Terwijl dat het restafval is, maar er zit niet zoveel in eigenlijk. Eén gezin, dat is misschien ook een zak. In moe. Maar er zit niet veel in. Een stukje te weten wat daarin zit. Dat weegt verschrikkelijk. Ik kijk niet eens omhoog zelfs. Moet toch even dingen doen. Wat het ook mag zijn. Spieren, hè? Dat heb ik dus niet. Hè? Nog niet. Dat komt allemaal wel een beetje dus. Dat weet de chirurgen. Dat is geen grapje. Dus dat was even. Wat chirurgen, mooi. Niet normaal. Dus het was even wegen. Dus, maar het zit erin. In ieder geval. Volgens de app moet het buiten. En volgens de. Ja, dus ik weet het nog niet. Bij iedereen staat de blauwe zak buiten. Terwijl dat niet moet. Deze moet naar buiten. Dus ik ga deze daar gewoon gaan zetten. Denk ik. Ik weet het niet. Zo goed wat ik moet doen. Eigenlijk deze of deze buiten zetten. Ja, op de app staat duidelijk dat het restafval is. Dus dan zal het wel restafval zijn. We zijn vandaag woensdag. Dus morgen donderdag. Dus dan denk ik dat dat klopt, dat dit buiten moet. Ik ga gewoon deze buiten zetten. En we zien wel wat te kiezen. Ik kan niet meer doen dan dat natuurlijk. Hè. Ik ga dat gewoon. Zo, we nemen hem gewoon mee. En we gaan hem er gewoon zetten. En we zien wel. Of het juist is of niet juist is. Ik
kunnen hem altijd morgen terug gaan halen. Dat heb ik niet gemaakt. Maar gisteren was de blauwe, normaal was vandaag de blauwe zak, dus morgen komen ze op de restafval. Dus ik ga dat ook zo buiten zetten. En juist is dat een probleem voor hun. Je ziet, is dat allemaal blauwe zakken. Meer kun ik je toch niet doen. Dus zo gaat het helemaal. Zo. Nee, ik kan mijn blauwe zak daar niet bij zetten, dat is te stom. Want als die daar niet worden meegepakt, dan staan die de hele tijd te stinken. Voor niet. Dus dat ga ik nog niet doen. Voilà. En we zien morgen wel. Want er wordt meegenomen. En wat niet, hè. Zo. Voilà. Ik wou er eens over terugkomen eigenlijk. Voor het feit dat ik daarnet zei van... Ja, we zitten een beetje in een dip. Dat klopt dus helemaal. Dus ja, de mens voelt zich totaal niet goed. Net als goed dingen om te doen. Ik doe mijn uiterste best om zoveel mogelijk dingen op te kuisen. Zodat dat wel oplopen ligt natuurlijk. Tegen dat de begeleider komt. Ook voor jezelf. Maar in principe heb ik dat al nergens zin in. Ik heb zelf geen zin om te vloggen. Maar ik vlog toch voor jullie plezier te doen. Dus ja, de komende tijd was het altijd wel goed. Het ging ook allemaal heel goed eigenlijk. Er was niks op aan te merken. Maar sinds kort... is het niet zo heel gemakkelijk eigenlijk. Ik denk dat pas nu echt de klop is gekomen van je moet heel je leven alleen verder. Ik weet, er zijn nog mensen die dat hebben, nog mensen die dat meemaken, maar door de nieuwe lockdown, ongeveer lockdown, want uiteindelijk, ja, mensen lopen allemaal buiten, het is niet dat mensen binnen blijven, beginnen alle herinneringen terug te komen die ik de komende tijd heb meegemaakt. Want toen dat mama ziek werd, dan begon ook... Ik bedoel, echt wel ziek tot de dood als gevolg. Dan zaten we ook toen bijna in lockdown. En dat is nu al die herinneringen, die komen allemaal terug. Ze zeggen wel allemaal van, ja, je moet nu zo laten gaan. Je moet kijken naar wat je hebt. Maar dat is niet zo gemakkelijk. Omdat je hier toch wel 24 of 7 soms... dag en nacht alleen zit. Je hebt wel konijnen, je hebt al een kat. Veel mensen vroegen mij de vorige tijden altijd van... Is het leuk om alleen te zijn? Hoe voelt het om alleen te zijn? Gaat het om alleen te zijn? Toen had ik er nog geen probleem mee. Totaal niet. Het is pas nu echt... Nu de periode, donkere periode aankomt... Dat ik nu wel zit zelf van... Maar hoe gaan we met die mensen die nu ook als ik dit meemaken? Het is niet gemakkelijk. Totaal niet. Om dit eigenlijk gewoon te doorstaan eigenlijk. Zeker in de zomer ben je eigenlijk gewoon, ja, meestal buiten. Je hoort muziek, je hoort dit, je hoort dat. Nu is het eigenlijk gewoon meestal stil eigenlijk. En je ziet elkaar wel, maar minder eigenlijk. Je hoort elkaar ook heel veel minder. Door dat het winter is, het is koud. Mensen blijven massaal binnen, want het is koud. Mensen komen niet speciaal naar buiten om op... Ja, als het goed weer, dan gaan mensen massaal naar buiten. Dan zie je ook mensen rondlopen en plezier maken. Maar ook de tijd nu, periode Sinterklaas, waar ik eigenlijk heel hard naar uitkijk. Dat was ook het favoriete feest van mama. Is nu ook zo besef van, ja, veel valt er niet te doen. Want er is niks door die corona. Dus van je weer eens een keer niets te doen. Ook al die herinneringen komen terug in je hoofd van, dat heb ik gedaan, mama. Ik kreeg de zoektocht met mama. Al die andere dingen, ik ga ze niet allemaal opnoemen, want dan ben ik gewoon nog bezig. Maar dat zijn eigenlijk allemaal de feiten waarom het eigenlijk een beetje misloopt met mij eigenlijk momenteel. Laat ik even drukken. En ja, dat is een beetje wat het probleem is eigenlijk. En ja, mensen mogen ook massaal niet afspreken, wegens dat dat niet mag. Want ja, je mag maar één knuffelpersoon hebben. Dat wil dus ook zeggen dat die persoon ook geen knuffelpersoon mag hebben. En dat is niet zo heel eenvoudig eigenlijk allemaal. Dus ja, je voelt het toch wel zeer vaak alleen. Nu ook hebben we 2 weken vakantie in plaats van 1 week. Gelukkig heb ik opgevangen, mogen wij terug
naar school om te gaan helpen. Dat is al iets eigenlijk wat positief is aan heel het verhaal. Het is toch een halve dag dat je buiten bent eigenlijk. Ik doe mijn best om buiten te komen. Ik doe mijn best ook om te koken en om allemaal lekkernijen klaar te maken. Het gebeurt al eens een keer dat ik 's middags gewoon niet eet. Dat gebeurt ook. Ik moet mijn eigen zelfs leuren om uit bed te geraken. Dat zijn allemaal dingen die nu vooral voorkomen. Waar het heel moeilijk is eigenlijk. En waar dat je mee moet leren leven eigenlijk. Ook met kerstmis en nieuwjaar eraan komt. Er zullen nog wel mensen zijn die alleen zijn. Ik zeg het, ik ben niet alleen. Maar ik spreek uit mijn dingen. Uit mijn gevoel, uit mijn ervaring momenteel. En ik wil ook jullie ook allemaal vragen van, ga extra bellen bij buren. Extra. Kent je die buurvrouw niet? Kent die buurman niet? Gewoon bellen en vragen, hoe gaan we ermee? Een klapje mee doen. Want deze tijd is dat echt wel heel hard nodig. Ook al zeg je, ja, maar ja, die heeft wel 3 kinderen en zo. En dit en dat. Nee, gewoon eens gaan bellen. En toch zoveel mogelijk aandacht besteden aan de mensen. Want het is echt wel nodig om aandacht te besteden. Je kunt iemand leren kennen daardoor. Ik heb het ook gedaan. Anders zou ik mijn 2 buren nu niet kennen als ik daar nooit niet aan had aangebeld. En dat ik dat niet gedaan had. Het zijn fantastische buren. Zeker en vast. Ze hebben heel veel ondergaan door mij. Ik ben ook iemand die heel vaak stuurt naar iedereen. Ook naar hun. Ik denk tot, ja, tot beu als gewoon. Maar ja, het is dat je dat weet eigenlijk. Meer wil ik ook niet veel zeggen daarover. Moesten er nog vragen zijn, kun je me bereiken via Instagram. Waar ik vrijdag gewoon alles op zal reageren. Allee, nu is dat al voorbij als je die vlog ziet, want die vlog loopt 10 dagen achter. Maar ik heb het echt op het feit van nu. Dus het is dat je het weet eigenlijk. Dus hopelijk vond je dit een leuke video. Doe dan zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En ik probeer zoveel mogelijk video's te maken. Het kan misschien wel eens zijn dat er geen video is. Maar ik doe mijn best om een video te maken. Voor jullie allemaal. Want ik zie jullie allemaal even graag. Tot ziens.